nee. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Nou ja, goedemorgen, het is 4 uur. Ik heb echt mega lang uitgeslapen. Maar ik was wel altijd thuis en mijn belsignaal staat echt op super hard. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik er doorheen ben geslapen. Maar ik wachtte de hele dag op een pakketje die ik dus net ging checken. En hij was al bij de buren afgeleverd, maar die doen niet open. Dus die zijn waarschijnlijk niet thuis. Ja, dat is dus mijn draadje voor mijn wasmachine, want die was lek. Dus dan kan ik pas wasjes draaien. Mijn prullenbak. En een wc-borstel. En ik moet het nu gewoon hebben. Want ja, ik zit er al de dag op te wachten. Ik moet om 9 uur weg. Dus wat ik gewoon ga doen is een beetje kloten achter de computer. En me daarna klaarmaken. En dan daarna draaien. Ik moet in Hilversum en Veendam vanavond. Dus het is weer aardig ver. En ja, avondje werken dus weer. Joris vandaag naar Daydream Festival optreden. En vanavond ook nog shows. Dus ja, hele drukke week voor de boeg. En weinig slaap. Zo zie ik er ook uit. Ik ben nu boodschappen aan het bestellen via Albert Heijn. Alleen mijn adres klopte niet. En nu heb ik een klein beetje een aanpassing gedaan. Dus ik hoop dat het nu wel gewoon goed aankomt ook. Tijd voor mini pizza's met extra cheese. En ik ga de badkamer even opruimen. Pizzatjes klaar. Mijn pakketjes zijn binnen. Yes. Ik denk dat dit de slang is. Oeh. Van de wasmachine. Jee. Oké, die ga ik gelijk proberen aan te sluiten. Pomptiedom. Jor heeft hier echt zijn kleine inloopkast van gemaakt. Oké, hoe de fuck ga ik dit doen? Oké, dit deel heb ik dus aangesloten. Die andere heb ik eraf gehaald. Dus het is weer helemaal godverdomme nat hier. Alleen nu krijg ik deze niet los. En daar moet dan dus weer deze aan. Dus het gaat me wel lukken. Alleen, ik krijg hem niet los. Ik ben helemaal uitgeput, joh. Ik moet lachen, maar ik kan wel huilen. Ik ben zo mongool. Oh, ik kan mijn vinger gewoon nu weer buigen. Jezus. Oh, dit doet echt niet normaal veel pijn. Ik probeer het dus. Ik kan die vinger serieus niet meer bewegen. Ik leg het nu zo op mijn hand. Ik probeer letterlijk zo met die kaasschaaf. Keihard zo dit ding zo. Tjoe, tjoe, tjoe. Het schijnt dat ik een soort van tang nodig heb. Maar het is me in mijn oude woning gelukt om hem los te krijgen. En ik schiet keihard door. En mijn vinger komt teringhard tegen die kraan aan. En nu kan ik hem alleen nog maar stijf houden. En het doet echt niet normaal veel pijn. Oh, volgens mij word ik echt meteen blauw. Klote kut kakding. Oké, tot zover het verhaal van mijn wasmachine. Dat gaat dus vandaag niet lukken. Of moet Maurits even vragen of hij het doet. Als hij me op komt halen. Maar oh my god, mijn vinger doet zo'n enorme pijn. Ik voel gewoon dat het niet gebroken is of zo. Maar ik denk wel dat het, ja, ik weet niet. Wanneer is iets gekneusd? Maar ik kan hem gewoon niet buigen. Het doet echt pijn. Stom ding. Auw! Oh nee, dit meen je niet. Oh my fucking god, ik ben zo'n debiel. Oké, gelukkig is het niet. Nou, dit. Jongens, snij altijd van je af. Ik weet dat je dit ook moet doen. Maar ik doe het dus niet. Jezus. Oh, van je af. Ik zeg het en dan maak ik weer dezelfde fout. Echt. Ik ben echt omgegooid. Oké. Pakketjes uitpakken. Ik heb nooit zo'n drama veroorzaakt. Oh ja, dit was mijn achterlijk geprijsde wc-borstel van 40 euro. Dit slaat echt nergens op. Ik had het ook zo hard gewoon. Vanochtend was ik boodschap aan het bestellen bij de Albert Heijn. Van je afsnijden, Monica. Tyfus debiel. En toen zag ik gewoon dat een wc-borstel echt 4 euro hoeft te kosten. Auw. Maar goed, toen. Ik was dus op de Bijenkorf-site aan het kijken. En daar was alles natuurlijk iets prijziger. En volgens mij had ik echt nog één van de goedkoopste eruit gekozen. Kun je daar gaan? Niks. Het stokje even aan. Auw. Wauw, is het serieus? Dit ding is zo zwaar. Dit is dus mijn wc-borstelpot. Dit ding is zo niet normaal zwaar. Oh my god. Dan zit hier denk ik gewoon dat borsteltje in.
Nou, daar hebben we hem. Nou, en het stokje. En dan heb je je wc-borstel. Nou, en dan hebben we nu de giller van de eeuw. Dit is mijn prullenbak. Snij nou van je af, Monica. God, samen. Nou, dit is hem. Ik vind het een beetje iets weg hebben van een eikel. Maar oké. Nou, top. Heel mijn huis weer een puinzooi. En geen aangesloten wasmachine. Mocht een van jullie thuis problemen hebben met de wasmachine, ik fix het voor je. Het is me gelukt. Ik ben zo blij. Ik ging wel een handdoek proberen ertussen en toen lukte het. Yes, oké, okay, nu eindelijk wasjes draaien. Oh my, ik heb echt zin om 10 tegelijk te draaien. Oh yeah, bitch. Oh yeah. Ook maar meteen een droger besteld, want dan hoef ik niet al mijn kleding op te hangen. Ik kom net uit de douche en het is nu 8 uur, maar het was heel het uur natuurlijk 19 uur, nog wat. Dus ik dacht, oh 7 uur, ik heb nog 2 uur, maar ik had ineens nog maar een uur. Dus over een uur word ik al opgehaald. Ik ga me even klaarmaken en verder met de was. Ik heb nu 1 was gedraaid en opgehangen en de andere was er nu klaar, dus die ga ik ook even ophangen. Het is best wel een saaie vlogdag volgens mij. Oh, ik heb trouwens een deel van mijn schoen heb ik zo in de gang neergezet. Ik ben zo blij met mijn nieuwe schoentjes. Oh, mijn teennagels kunnen echt niet. Blah. En ik wil binnenkort even een schoenenstash video op gaan nemen. Dit zijn ook echt alleen maar zwart-witte schoenen. Maar goed, best wel een saaie dag. Ik heb ook echt heel de dag, is gewoon echt voorbij gevlogen. Ik heb letterlijk niks gedaan. Alleen maar gewacht op het pakketje. En vervolgens mijn vinger gekneusd door middel van deze kutslang. Goed, werk aan de winkel. Klaargemaakt en al. Het is inmiddels alweer donker aan het worden. En ik wil wel een andere lipkleur doen. En ik heb vandaag geen nepwimpers op, dus ik voel me echt een beetje kalig. Misschien dat ik het nog doe. Maar aan de andere kant is het altijd gedoe, want straks dan laat hij los en dan zit ik met een halve nepwimper op. Dat vind ik echt vervelend. En ik vind het ook vervelend dat ik hier zeg maar wel gewoon een strakke haarlijn heb. Maar dat het hier allemaal babyharen zijn. Maar volgens mij komt dit echt puur door mezelf. Dat ik dit ooit heb afgeknipt en dat het niet meer echt mooi is aangegroeid. Dit is mijn outfit trouwens. T-shirt van Brandy Melville. Broek aan hem. En mijn nieuwe Chanel sneakers. Heel blij mee. Ik denk dat geen lipkleur beter is. Mijn haar vliegt alle kanten op. Maar dit wil ook neergezitten. Plus, ik heb ook geen tijd meer om te eten. Dat is ook wel jammer, want over een kwartier word ik opgehaald. Dus ik heb geen tijd meer om iets te maken. Volgens mij hebben we best wel een strakke tijdplanning. Maar daarna, ik moet eerst nieuws doen. Daarna hebben we volgens mij nog een uur speling richting Veendam. Dus dan kunnen we dan wel even iets eten, denk ik. Ready to go. Het is nu 9 uur. Uurtje rijden. Nou, nog korter. Dan zouden we niet op tijd komen. En een uurtje draaien in Hilversum. In Hilversum, maar we zijn nu alweer eventjes onderweg naar Veendam. En we zijn eventjes gestopt in Zwolle. Omdat ik trek had. En er was een McDonald's hier. Dus dat is Maritz mee verhalen. En we staan nu in de weg. En er staat een auto hierachter. En Maritz zei, als er een auto achter je komt, kan je wel rijden toch? Maar ik ben echt slecht met schakelauto's. Dus ik wil het eigenlijk niet eens proberen. Dus ik hoop gewoon dat hij snel terug is. Voordat deze auto gaat lopen toeteren en zo. Please. Oké, okay. Er stonden dus echt 1, 2, 3, 4, 5, 6 auto's achter me. Dus toen ben ik toch maar echt gaan rijden. En dat ging best wel goed. En nu ga ik weer naar de andere kant. En de grap is, Maurits is nu McDonald's aan het halen. Voor mij, maar hij is zelf gezond aan het doen. Oh, denk ik schijn even bij. Dit heeft hij mee. En serieus, een zakje met amandelen. Really? En waar komt hij mee terug? Een salade? Mensen, ik doe mijn best. Ik ben sinds 2 dagen weer helemaal gewoon fit life. Ik heb amandeltjes bij me, ik heb een salade bij me. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar het heeft geen zin. Fuck jullie!
Die salade is nog slechter dan een burger. I don't give a fuck. Ik doe mijn best. Het gaat erom wat ik probeer. Nou, veel plezier. Dankjewel. Calorieën. Ga jij lekker je McFish eten met je 5 mayo's. 2. Sowieso niet gezond. Wil je niet eten? Ik kan. Als ik eenmaal op een lange rechte weg ben, ben ik safe. Maar dit is niet safe. Gelukkig. Ik dacht dat ik mijn camera kwijt was. Want er zat niet in mijn tas, maar lag gelukkig in het zijvakje van de auto. Ik ben het klaar in Veendam. En het is nu 3:07. En we gaan nu richting Amsterdam. En dat is pas over 2 uur. Ik heb een marsijsje. La 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 la. Maurits lekker niet, want die heeft een healthy lifestyle. Hey. Ik drink koffie. Na, 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 na. Ik ben weer thuis en dit is echt de allerfijnste joggingbroek van Brandy Melville. Echt zo lekker zacht. En volgens mij hadden ze het nog toen ik er laatst was, maar ze hebben er echt elke dag een nieuwe collectie, lijkt het wel. Elke dag is misschien een beetje overdreven, maar echt heel vaak. Ik probeer elke avond mijn huis op te ruimen. Voordat ik ga slapen. Want als je dat niet doet voordat je gaat slapen, ga je het helemaal niet doen. En ik ga kijken of mijn wasje droog is. Ik heb nu gewoon zelf zin om wasjes te draaien. Omdat ik eindelijk kan wassen. Morgen is het wel droog, denk ik. Nu semi. Oké, top. Ik ga mijn make-up afhalen. Ik wou nu zo voor het feit dat ik koffie heb gedronken. Want dan krijg ik altijd weer inkakker. In de auto. Echt, wat ik ook heel vaak heb, is dat ik precies 5 minuten voordat we aankomen thuis, of nee, 15 minuten of zo, dat ik dan in slaap val. En ik haat het echt om wakker gemaakt te moeten worden en dan dat je meteen uit de auto moet en naar binnen moet gaan, zeg maar, op moet staan. Dat vind ik echt een vreselijk gevoel, maar ik heb altijd, dan kan ik lang wakker blijven. Dan val ik echt 1 kwartier van tevoren dat we aankomen in slaap, ook vaak voordat we bij een boeking zijn. Dan moet ik ineens helemaal snel opstaan. Gehaast. En dan ben ik nu thuis. En nu kan ik niet slapen. Ik ga lekker de vlog afsluiten. Hartstikke bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Vandaag was niet een hele boeiende dag. Maar ja, ik heb gewoon de hele dag thuis letterlijk niks gedaan. En 's avonds dus wel werken. Morgenochtend heb ik een reunie. Van ja, mijn moeder. Die heeft allemaal vriendinnen. En die hebben ze elkaar leren kennen. Omdat ze allemaal tegelijk zwanger waren en zwangerschapsgym en ziekenhuis en weet ik het wat. Dus al die moeders gaan morgen afspreken en die nemen allemaal hun kinderen mee. En wij zijn dus allemaal uit dezelfde ja, geboortetijd een beetje. En we kennen elkaar dus allemaal heel ons leven lang, maar we spreken elkaar eigenlijk bijna nooit. Dus morgen hebben we een reunie. Dat is best wel vroeg, dus ik heb nu iets van 5 uur slaap en die ga ik heel snel pakken. Dus bedankt voor het kijken nogmaals en ik zie jullie morgen. Doeg! Ik heb de vlog natuurlijk al afgesloten, maar ik heb nog iets heel erg leuks voor jullie. Ik mag namelijk 3 keer 2 kaarten weggeven voor de Red Bull Culture Clash. Alle info over het evenement staat in de beschrijving. En ook wat je moet doen om aan deze tickets te komen. Dus kijk vooral even in de beschrijving. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en een duimpje omhoog te doen. En dan hoop ik jou te zien die avond, want het wordt een super tof evenement. Even kort, 4 verschillende genres gaan tegen elkaar strijden op 1 avond. Line-up is fucking vet en ik heb er heel veel zin in. Dus ik hoop je dan ook te zien, want het zou gezellig zijn.